Bart Vriends, je wint voor het eerst in 2020 en van een directe concurrent. Hoe lekker is deze? Deze is super lekker. Het was de afgelopen weken was het niet eens zo slecht. Alleen we vergeten een beetje om onze voorsprong vast te houden. En dan hebben we een overwinning als vandaag gewoon keihard nodig. En ja, daardoor zetten we ADO op een gigantische achterstand. En doen we onszelf, bewijzen we onszelf een hele goede dienst. Ik ga zo meteen allemaal positieve dingen aan je vragen. Maar wel even die 3-2. Ik denk wel dat je het onnodig spannend maakt vanavond. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. We controleren de wedstrijd in de eerste helft. En wat je dan niet moet doen is onnodig kansen of doelpunten weggeven. En er gaat gewoon iets mis in de communicatie of ik weet het niet eens precies. Maar ja, daardoor maken we het onszelf heel lastig. En dan komt ADO natuurlijk een beetje in hun spel. Want van heel veel creativiteit moeten ze het niet hebben. Dus het is veel lange ballen richting de spits. En daar hebben we het dan toch lastig mee. Maar goed, aan de andere kant, Haroush pakt ook een fantastische bal die ons behoedt voor meer ellende. Dus al met al hebben we onze rug gerecht. Even een gekke vraag. Je bent natuurlijk volop voetballen nu. Stel je voor, jij zou trainer zijn. Zou jij dan bij corners tegen verdedigers bij de palen zetten of niet? Vooropgesteld moet ik er niet aan denken om de trainer te zijn van dit soort ploegen. Maar je vraag is of je verdedigers bij de palen moet zetten. Ja, vind ik een goede vraag. Het is vaak genoeg bewezen dat best effectief kan zijn. Aan de andere kant mis je dan ook weer één of twee koppers die wij hard nodig hebben. Dus ik vind het lastig. Wat zou jij doen? Ik zou het wel doen. Jouw kopbal is natuurlijk prima buiten bereik van de keeper. En die van Awassar ook. Maar als er iemand bij de palen staat, kreeg jullie corner. Die scoren twee corners. Dat is toch wel opvallend? Ja. Daar heb je gelijk in. Dat is waar. Dat is altijd moeilijk hard te maken. Want wat ik zeg, aan de andere kant mis je ook twee koppers als je twee gasten bij de palen zet. Die van mij had dan voorkomen kunnen worden. Die van Adil was volgens mij zo strak tegen de paal dat zelfs daar niemand weerstand tegen had geboden. Voor jou lekker je eerste van het seizoen, neem ik aan. Of maakt dat voor jou niet zo heel veel uit hoeveel jij er maakt in het seizoen? Het maakt me eigenlijk best wel wat uit. Ik ben er het hele jaar op aan het loeren. Jurgen heeft er een paar, Adil heeft er een paar en ik zit te wachten op mijn kans en vandaag kwam die er. Dante Rigo geeft ook op de trainingen die ballen zo zuiver voor, daar moeten we van profiteren en gelukkig lukt dat vandaag. Tot slot, vandaag even een hele andere samenstelling, vooral dan aan de flanken, Fortes als rechtsback en Faye, dat was noodgedwongen, maar hoe was dat? Ik vond Jeff hartstikke goed en Lassan eigenlijk ook. Op die posities zijn we best dik bezet. En het zijn jongens die elkaar nauwelijks ontlopen. Dus het is een beetje stuivertje wisselen. En ik vond Abels bijvoorbeeld vorige week ook prima. Maar Jeffrey brengt weer nieuw elan. En die heeft gewoon goed gespeeld. Is volwassen, is goed te coachen en andersom ook aanwezig. En dat heeft ons geholpen vandaag. Ik zei tot slot, maar even concluderend over het algemeen. Ja, je verslaat ADO. Dan mag je toch nu zeggen dat de rechtstreekse degradatie plaatsen... die toch echt wel uit zich zijn? Dat zal wel heel gek moeten lopen. Willen zij ons nog inhalen? Wij hebben de komende weken kunnen we echt goud binnenhalen. En daar zijn we vandaag mee begonnen. Daar gaan we zondag mee verder. En dan hoeven we helemaal niet meer te lullen over die onderste twee plekken.